Lasse, ik denk dat jij heel veel zin hebt in het aankomend jaar, of niet? Want ik denk, je hebt niet veel gespeeld de afgelopen jaar, dus voor jou moet het wel welkom zijn, toch? Weer lekker voetballen. Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Ik heb er heel veel zin in. En, ja, als je 7 maanden eruit bent, dan heb je wel zin om weer te voetballen, ja. En, normaal denk ik aan de voorbereiding heb je niet zoveel zin in, alleen maar lopen. Maar dit jaar is toch anders. Ik denk dat NEC jou enorm gemist hebt, met name toch wel de creativiteit. Ik denk dat nummer 10 wel wat werk wegneemt voor een spits als Buren. Hoe hoop jij het te gaan doen? Wat heb je persoonlijke verwachtingen wat je voor jezelf zou willen bereiken aankomend jaar? Nou ja, zoals elk jaar gewoon stinkende best doen, gewoon goed spelen en dan zien we wel waar het eindigt. Maar ik hoop dat we dit jaar, zoals de trainer terecht zei, dat moet gewoon beter dit jaar. En ben ik ook voor overtuigd dat het goed gaat komen. Voor mezelf gewoon een goede seizoen draaien, dat wil je altijd. Je wil altijd de beste op het veld zijn. Dat moet iedereen willen, anders moet je iets anders gaan doen. Even een ander vraagje aan je. Ik denk dat je al voor de tv hebt gezeten met WK. Denemarken ligt er in jouw geval helaas uit. Waar lag dat aan, denk je? Dat hij mij niet had meegenomen, denk ik. Ja, dat zijn we ook al heel. Nee, nou ja, ze waren gewoon, als je de wedstrijd hebt gezien, dan was het gewoon, dat was gewoon niet goed genoeg. De collectief was er wel, maar het voetbal niet. En dat is niet genoeg. Dus ze zijn er helaas terecht uitgegaan. Wij wensen jou en NEC heel veel succes aankomend jaar. Ik heb begrepen dat je nog een contract hebt voor een jaar, met een optie van nog een jaar. En Carlos Albers beweerde dat ik nog 2 jaar bij NEC ben. Denk jij daar ook zo over? Ja, dan moet je niet bij mij zijn, maar je bij Carlos zijn. Wie weet, misschien willen ze me niet houden. Ja, maar je wil hier toch wel blijven, toch? Ja, zeker. Ik wil er vooral wel blijven als je het goed presteert. Kijk, tuurlijk, dit is logisch, ik heb ook ambities voor mezelf. En ik wil ook niet in de onderste regio van de competitie, dat is logisch. Maar ja, als we dit jaar weer gewoon geweldig gaan doen, ja, dan is het heel aantrekkelijk. Dat weet iedereen. Succes, Lasse. Dankjewel.